Luister jong, die notulen van die MBV-vergadering, die hebben ze vanavond nog op de mail. En nu moet ik het ophangen, want ik moet de trainen naar mijn laatste EMU-les. Ja, maar we hebben een examen. Ja, ja, druk, 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 ja. Meneer, peanuts. Wat zit zich dat te motsen? Wat hebben we nu al verkeerd gedaan? Verveel me. Wie kunnen de mensen zich nu vervelen? Dat is toch genoeg te doen? Ja. Het huishouden, hè? Zet er goed in. Ik wil goed. Ik wil ook met mijn hand al uitdoen. Oh, wat dacht je van... Lotus, bloemschikje. Kun je gezellig boeketjes maken? Tot de strijd. Dag Sjaart. Dag Sjaart. Een gastvrouw die voor het ontbijt zorgt. Iemand die een soepbus wil rijden langs dak- en thuislozen. Handwerkhulp. Een assistent peuterleidster. Een websitebeheerder. Of iemand die verkeersvoorlichting kan geven aan groepen. Zomaar even een handjevol vrijwilligersbaantjes die we konden vinden op internet. Vrijwilligerswerk dat bestaat al eeuwen. Maar het wordt wel steeds belangrijker in de huidige maatschappij. Misschien wilt u ook wel iets aan vrijwilligerswerk doen. Een beetje van uw vrije tijd geven aan een goed doel. Nou, dan kunnen wij u misschien op een goed idee brengen met deze aflevering. We gaan eventjes de kippen in een ander hok zetten. We gaan even konijnen in een hok zetten. We gaan cavia's naar buiten doen, zodat ze gras kunnen eten. En dan ga je de paarden ophalen. Waar zijn de paarden? Nou, die lopen daar in de wei. Het zijn eigenlijk ponies hoor, maar we noemen het stiekem toch paarden. We zijn hier op een kinderboerderij. Kinderboerderij De Heeg in Maastricht. Ja, goed, zoals je kunt zien, er moet gewoon een heleboel gebeuren. Nou, wat we hier doen is eigenlijk van alles. We moeten zien dat het een boerderij is die eigenlijk weer helemaal opnieuw moet opstarten. Dus we zitten hier met alleen maar vrijwilligers. Nou, en dan moet dus alles gebeuren. Dat wil dus zeggen ook poep scheppen. Maar als er een dier geboren wordt, dan moeten we daarmee helpen. En ja, tenzij dus echt specialistisch wordt. En kinderen die hier komen, die gaan we begeleiden, mee helpen. Dus eigenlijk alles wat op een boerderij moet gebeuren. Kom maar, dames. Annie, kom maar. Kom maar. Kom maar. Kom eens. Hé, hey, dames, kom eens. Kom eens. Dit zijn onze, of tenminste op het moment even de favorieten. Ja, jullie zijn braaf. Ja, dit is toch leuk. Mensen die we hier nodig hebben is eigenlijk van alles. Niet alleen mensen die knuffelen, zoals ik dus graag doe. Maar we hebben mensen nodig die in de tuin kunnen werken, die kunnen helpen zaaien, de groenten verzorgen. We hebben mensen nodig die kunnen klussen. Er moeten voor de dieren moeten hokken gemaakt worden. Er moet, ja, er is zoveelzijdig wat te doen. En als je zegt, ja, ik vind dit eng zo tussen de dieren, nou prima, ga je lekker klussen. Vrijwilligerswerk is niet iets van nu. Nee, dat is al eeuwen oud. Al eeuwen doen mensen extra dingen om de maatschappij, om het leven hier in Nederland, over de hele wereld, nog leuker, nog aangenamer te maken. En vrijwilligerswerk, ja, vind je ook in alle lagen van de bevolking, vind je ook bij iedereen. En iedereen kan het ook en heeft ook de mogelijkheid om het te doen binnen de eigen kwaliteiten die men heeft. Maar er zijn meer kinderboerderijen in Maastricht en er zijn ook een aantal kinderboerderijen die ook vrijwilligers kunnen gebruiken. Wat mensen kunnen doen als ze hier ook als vrijwilliger aan de slag willen, en dat kan dus op alle terreinen, is gewoon even of hier naartoe komen gewoon. Gewoon kijken, wat vind je ervan, wat zou je willen doen. En anders kun je de informatie opvragen bij info@kinderboerderijdeheeg.nl. Het is gewoon heel wat anders dan mijn eigen werk. Je bent hier veel fysieker bezig. Het is hier voor mij afschakelen van alles. Je bent lekker bazaal bezig met de dieren. Je krijgt er zoveel voor terug, zonder dat je bij na hoeft te denken. Ja, voor mij is het rust. Ik ben doodmoe 's avonds, maar anders moe. Lekker moe. De vrijwilligerscentrale waakt er voor het grootste gedeelte voor dat mensen in het vrijwilligerswerk betaalde banen gaan overnemen. Maar ik moet toegeven dat de overheid bezuinigt. Hè. We kunnen niet meer alles zomaar betalen. En er zullen zeker baantjes zijn waarvan je zegt van, goh, dat zou eigenlijk professioneel werk moeten zijn.
Wie zeg je, juffrouw? Vater die bel? Nou, luister, ik wil geen hand hebben, hè? En bij de lotus maakt ze toch blomstukjes met de hand, hè? Wat zeg je? Lotus heeft niks met bloemen te maken. Oh, landelijke organisatie ter uitbeelding van slachtoffers. Oh, dus ik moet een slachtoffer uitbeelden bij een EHBO-oefening. Maar zeker ken ik dat. En of, mam van Michi had altijd gezag, want die is een actrice verloren gegaan. Luister maar. Ajau, au, au. Of ik morgen al kind. Maar zeker. Zeg maar boe en wie laat. Elke woensdagmiddag, klokslag 3 uur, gaat bij de 84-jarige meneer Pinkers de bel en komt Thierry op bezoek. De mannen hebben elkaar enkele jaren geleden leren kennen via de stichting Geen en Daank. Een stichting die alleenstaande ouderen die zich eenzaam voelen aan een maatje helpt. In de loop van de tijd is er een hechte vriendschap ontstaan. En eigenlijk is er van een relatie cliënt-vrijwilliger geen sprake meer. Ik heb altijd gewerkt als chauffeur, transportbedrijf gehad. En zo ben ik een beetje door het hele leven heen gerold. En een aantal jaren geleden gestopt en toch een gemis van sociale contacten, waardoor ik vrijwilligerswerk ben gaan doen. Mijn vrouw die kwam op een gegeven ogenblik met een briefje bij de huisarts vandaan, waarop de stichting Geen en Dank stond, wie vrijwilligers zocht voor het bezoeken van eenzame bejaarden. En daar heb ik op gebeld. En zo is het balletje gaan rollen. Een kennismakinggesprekje gehad. En sindsdien klikt het. En dat gaat hartstikke leuk. Vrijwilligerswerk vrijblijvend? Absoluut niet. Je maakt afspraken met mensen. Ik moet vanavond boodschappen doen. Ik heb afgesproken met mijn vrouw dat ik ga koken. Die afspraak moet ik nakomen. Ik heb met Goot Verijn een afspraak nu gemaakt. En die afspraak moet ik nakomen. En zo is het ook in het vrijwilligerswerk. Je maakt afspraken. Je denkt wel zelf, kan ik die afspraken ook realiseren? Kan ik dat waarmaken? Maar als je ze eenmaal hebt gemaakt, dan moet je ze nakomen, af, uit. Voor de rest moet een vrijwilliger motivatie, zin, interesse meebrengen. Daar gaat het om. Ja, het contact voor mij betekent eigenlijk veel. Gerry komt altijd gonsens. En ik kan de klok erop zetten, om de rij worden, is er rij. Dan belt het. En we praten nu van anders. Och, we praten een beetje over vroeger, veel over de diensttijd en een spelletje schaak. We gaan wel eens een keer een beetje winkelen. We hebben van de stichting Geen en Dank ook wel eens een dagje uit. Dit heeft niks meer te maken met cliënt en vrijwilliger. Er ontstaat gewoon een band. En voorzien, zo iets dat we vrienden van een zijn. Als ik hem zie, denk ik, Fred, is zo weer. Als hij mij nodig is, dan kan hij me bellen. Ja, en dan gaan we gewoon. Dag en nacht. Het feit dat Lei mij nou nodig is, ik heb Lei ook nodig. We vullen elkaar aan. Een stukje ondersteuning, wat ik gegooid zou willen missen. Er zijn tientallen redenen op te noemen dat mensen vrijwilligerswerk willen doen. Hè? Jongeren gaan vrijwilligerswerk doen om ervaring op te doen, gerichte werkervaring. Maar ouderen zoeken vooral het leuke aan het vrijwilligerswerk. Hè? Je hebt misschien tientallen jaren in een arbeidsproces gezeten of kinderen opgevoed en je hebt een leegte om je heen. En in één keer niks meer. Nou, wat kun je dan beter gaan doen als vrijwilligerswerk? Hè? Ik ken iemand bijvoorbeeld die was jarenlang kleermaker, was perfect erin, zijn bedrijf ging over de kop en werd in één keer de belangrijkste man achter maaltijdvoorziening. Hij regelde alles, de financiële kant, alle organisatorische dingen zaten bij hem. Dat kon hij perfect en hij ontdekte nieuwe mogelijkheden bij zichzelf. En dat vind je in het vrijwilligerswerk. Mevrouw Tintin Win heeft haar gezin en plantage in Birma achter moeten laten toen ze naar Nederland is gevlucht.
Hier kwam ze via vluchtelingenwerk in contact met Mieke Kirkels, vrijwilligster bij het arbeidsbemiddelingsbureau Emplooi. Mieke begeleidt vluchtelingen naar een baan en zo hielp ze Tintin als onderdeel van haar inburgeringscursus aan een stageplek bij de natuurtuinen Jekerdal. Zie je hoe je keuken schrijft? Kan je opschrijven? Keuken? Koken. Ja, heel goed. En wat is bicycle? In Dutch. Fiets. Ja, fiets. Het werk is heel breed en heel gevarieerd, maar is ook bij iedere vluchteling natuurlijk anders. Want ze komen uit andere landen, andere culturen, ze hebben een andere achtergrond, andere opleiding. Er zijn analfabeten bij, maar ook heel veel hoogopgeleiden, zoals mevrouw Wind, die heeft een academische achtergrond. En het is een zakenvrouw. Op het moment dat een vluchteling de verblijfsvergunning heeft gekregen en op de inburgeringscursus zit, melden ze zich vaak bij vluchtelingenwerk. Voor hulp bij het zoeken naar een stageplaats of naar een baan. En het eerste wat ik doe is kennismaken natuurlijk. Vertellen wat de organisatie kan betekenen voor ze. Ik probeer ze ook een beetje te vertellen hoe de arbeidsmarkt in elkaar zit en wat de kansen zijn. Vervolgens ga ik met hun een cv samenstellen. Want als ik dat cv samenstel, dan krijg ik heel veel gegevens en ideetjes over waar zo iemand mogelijk te plaatsen is. In eerste instantie op een stageplek, maar vervolgens naar welk soort beroep ze toe willen. Nou, en ik help ze ook bij het zoeken naar mogelijkheid voor bijscholing. Los van de cursus Nederlands die ze natuurlijk moeten doen. En die ook belangrijk is tijdens de stage. En vervolgens, als ze dan uiteindelijk een werkplek vinden, dan blijf ik ze ook nog een poos coachen. Want ze komen daar natuurlijk allerlei dingen tegen die met bedrijfscultuur te maken hebben, die heel anders is dan wat ze gewend zijn. Ik werk als vrijwilliger bij Emplooi, omdat ik het heel erg prettig vind om de ervaring die ik in een loopbaan van ruim 40 jaar heb opgedaan, om daar nu nog iets mee te kunnen doen. Ik ben niet zo iemand die thuis zit. Ik hoef ook niet alleen maar leuke dingen te doen, want dit vind ik ook leuk. Het geeft ontzettend veel voldoening. En wat ik heel belangrijk vind ook, is dat buitenlanders, vluchtelingen moet ik zeggen, en asielzoekers, dat die zich welkom voelen in Nederland. Dat is niet altijd het geval en daar hoop ik een beetje bij te helpen. Elke plaats in Limburg heeft zijn eigen vrijwilligerscentrale, daar kun je terecht. Via internet kun je natuurlijk altijd zoeken naar vrijwilligerswerk in jouw eigen plaats. In Maastricht kun je daarnaast nog bij de wijkservicepunten terecht. In de verschillende gebieden, oost en west, zijn wijkservicepunten. Daar kun je even binnenlopen en daar krijg je vacatures te zien uit je eigen buurt. En daarnaast in Maastricht dan, maar ook voor vrijwilligerswerk in de hele regio, www.vrijwilligerswerkmaastricht.nl. En als je dan denkt, ik heb iets gevonden, dan maak je een afspraak met de contactpersoon van die organisatie die jouw interesse heeft gewekt. En dan ga je proberen. Ja, je spreekt een proeftijd af, heel belangrijk. En daarna kun je zeggen na die proeftijd, ja, ik ga ermee door, dat is nou net wat ik zoek. Of ja, het spijt me, ik zoek toch eigenlijk iets anders. En dan ga je iets anders proberen. Ja, en wat ik dus heel leuk vind, ook in het contact met Tintin, ik heb heel veel geleerd over Burma. Ik wist natuurlijk wel dat daar gedoe was van Aung San Suu Kyi, dat die hele verhalen, dat Burma nu eindelijk een beetje open komt en dat de democratisering op gang komt. Ja, dat lees je in de krant, maar door haar verhaal kun je er ook veel beter plaatsen. Nu weet ik ineens hoe dat regime tot voor kort in elkaar zat en waarom dat zij haar land moest verlaten. I'm a botanist. It's interesting. And then in background classes, Netherlands Praten is this town. En hier Leer. En ze is botaniste en daarom sluit dit werk aan bij haar achtergrond. Yeah. Wat ze in Burma gedaan heeft. Daar had ze een grote plantage. Ja. Netherlands, Netherlands, Jaude et Dwee. Mieke, kun je peren uit het Jezus? Ja, dit is maar. Dank je wel. Ja, dit is. Dank je wel, is Jezus. Ja, dit is maar. Oké. Ja.
Dames en heren, het EHBO-examen gaat nu beginnen. Mijn schat, er is niks aan de hand. Ik doe maar eens op. Dit is de Lotus. Oh, gelukkig. God, wat hadden we verschrokken. En heb ze de gans vrijwillig zo laten toetaken? Ja. We hebben misschien zo'n verlaatsboeketje. Ach, kom, Lotus bloempje van. Nou, gelukkig hebben die twee elkaar weer gevonden. Misschien is vrijwilligerswerk ook iets voor u. En als u op zoek gaat, kijk dan eens op onze site www.grootverein.nl en daar staan de adressen op waar u terecht kunt. En even opletten, het moet een beetje bij u passen. En spreek een proeftijd af. Dat was het voor deze keer. Graag weer tot de volgende Grootverein. Oh ja, en schrijft u zich op de site in voor onze nieuwsbrief.